Heeft het geloof van Bente Becker invloed op haar kamerlidschap bij de VVD? Welkom bij Uitgelicht. Deze zomer zijn we te gast bij de Tweede Kamer. We spreken verschillende Kamerleden van verschillende partijen. En die hebben allemaal twee dingen gemeen. Ze zijn nieuw in de Tweede Kamer en ze hebben allemaal de eed "Zo waarlijk helpen mij God almachtig" afgelegd. Vanavond bij mij te gast Bente Becker van de VVD. Goedenavond, mevrouw Becker. Goedenavond. Ja, allereerst maar waarom die eed en niet de belofte? Ja, het was voor mij niet een hele moeilijke keuze. Ik heb zelf een christelijke achtergrond. Ben gedoopt en heb ook mijn vormsel gedaan. Ik heb een katholieke achtergrond. En daarmee was het voor mij ook, aangezien het in mijn persoonlijke leven het geloof altijd wel een rol heeft gespeeld, heel logisch dat nu ik Kamerlid ben geworden, daarbij ook de eed heb afgelegd. En wat voor invloed heeft die eed en ook uw eigen geloof dan op uw werkzaamheden in het dagelijks leven? Nou, ik moet zeggen dat ik vooral als persoon geloof voor mij een rol speelt. Het is niet zo, zoals bij sommige andere partijen, dat wel het geval is dat dagelijks de Bijbel leidend is voor hoe ik hier in de Kamer functioneer. Dat is voor mij het liberalisme. Maar in het liberalisme is het wel heel erg van belang dat er vrijheid is van religie. En dat iedereen ook de ruimte moet hebben om zijn eigen geloof te beleiden. Dus dat is voor mij wel een belangrijk baken ook in de politiek. Ja, die eed klinkt best plechtig, hè? Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Wat betekent dat voor uzelf? Nou ja, voor mijzelf betekent het dat het niet alleen iets is wat ik beloof aan de mensen om me heen, maar ook iets is wat ik beloof aan, nou ja, hoe je dat dan het hogere noemt, wat je dagelijks inspireert en waar je ook kracht uit kan putten als het even wat moeilijker is. En dat je daar af en toe ook stil bij kan staan voor jezelf. En dat dat op zo'n bijzonder moment, dat je dat dan ook daar naartoe kan uitspreken. U noemde het net al, hè, een christelijke achtergrond. Ja. Waarom dan de VVD en niet, nou ja, misschien iets meer voor de hand liggend, een van de christelijke partijen? Ja, nou, zoals ik net al ook aangaf, het is voor mij niet zo dat ik vind dat de staat en het geloof dat dat heel erg met elkaar verbonden moet zijn. Het is vooral een persoonlijke overweging. Ik ben christelijk opgevoed en in mijn persoonlijk leven nog steeds ga ik af en toe naar de kerk. Maar het is geen leidraad voor mijn politiek handelen. Ik vind het heel belangrijk dat we scheiding hebben tussen kerk en staat. En dat iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen geloof te kiezen en dat niet aan anderen op te leggen. Dus vandaar dat ik er op die manier tegenaan kijk. En wat was dan overtuigend om bij de VVD te gaan? Nou, eigenlijk het liberalisme. Ik ben al vrij jong begonnen met debatteren en met politiek. En toen ik dat deed, kwam ik er eigenlijk achter dat in heel veel standpunten die ik van nature innam, de vrijheid naar voren kwam, dat je als individu zelf ruimte hebt om je leven in te vullen. Maar ook de verantwoordelijkheid. Dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om de kansen die je dan krijgt, om die te grijpen. De verantwoordelijkheid om voor je omgeving te zorgen. En toen ik echt wat actiever werd in de politiek, ik ben op een gegeven moment stage gaan lopen bij een politieke partij, was het voor mij heel logisch om contact met de VVD op te nemen. Omdat die heel erg staan voor en die vrijheid en die verantwoordelijkheid. Ja, al jong bezig met politiek. Hoe zag dat er vroeger dan uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is wel grappig. Ik heb er in mijn maiden speech, dat is al de eerste speech die je hebt als politicus, ook aan gerefereerd. Ik had een geschiedenisleraar en die deed op vrijdagmiddag deed hij aan extra debatlessen voor wie daarin geïnteresseerd was. En ik vond dat ontzettend leuk om na te denken over verschillende maatschappelijke problemen. Welke standpunten kun je daar nou over innemen? En hoe kan je dat dan vervolgens het beste beargumenteren en anderen overtuigen? Dus dat deed ik vanaf mijn 15e, met heel veel plezier op vrijdagmiddag. En dat heeft me uiteindelijk geïnspireerd om daar ook iets mee te gaan doen in mijn dagelijks werk. Ik ben eerst bestuurskunde gaan studeren. Dat houdt ook heel erg verband met maatschappelijke problemen. Hoe kan je daar vanuit verschillende invalshoeken naar kijken en aan oplossingen werken? En in die studie moest ik stage lopen en toen dacht ik, nou, de Tweede Kamer. Toen was ik 19 toen ik dat ben gaan doen. Inmiddels ben ik 31 en ben ik zelf Kamerlid. Ja, dat is heel bijzonder. Mooie carrière zo. De VVD is natuurlijk, ik noemde net al, geen christelijke partij. Zitten daar wel een soort christelijke waardes in verweven? Waarom zou een christen bijvoorbeeld kunnen stemmen op de VVD, denkt u?
Nou, ik denk dat sowieso in de Nederlandse samenleving staat natuurlijk in de joods-christelijke traditie. Dus dat speelt voor ons allemaal een rol. En ik denk, nou ja, waarom ik zelf als christen op de VVD heb gestemd, is niet zozeer omdat ik christen ben, maar wel omdat de VVD juist ook ruimte biedt aan verschillende geloofsovertuigingen, waaronder christenen, om hun leven vorm te geven. Nou, je ziet het bijvoorbeeld ook in de vrijheid van onderwijs, wat dan in mijn eigen portefeuille als onderwijswoordvoerder naar voren komt. Dat scholen ook naar hun eigen geloofsovertuiging zich mogen inrichten. En die liberale houding, om ook tolerant te zijn naar verschillende levenshoudingen, die staat heel erg centraal bij de VVD. En daarom denk ik dat christelijke mensen zich ook zeker bij ons thuis kunnen voelen, als ze tegelijkertijd ook zeggen, scheiding tussen kerk en staat is ook een belangrijke waarde die we in de Nederlandse rechtsstaat hebben. En dat is voor mij ook belangrijk. Nu een paar maanden aan de slag als Kamerlid. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het bevalt ontzettend goed. Het is echt een achtbaan waar je in terechtkomt als je als Kamerlid hier binnenkomt. Want je bent het gewoon meteen vanaf dag één. En dan sta je in het debat en mag je het woord voeren. Dus het betekent heel veel lezen, gesprekken voeren met mensen, maar ook op werkbezoek gaan. Dat vind ik ontzettend leuk, want dan kom je er op een school opeens achter dat alles wat ze daar kunnen met een iPad, dat je echt al oud bent met je 30 jaar. Dus het is heel leerzaam. Maar je wordt ontzettend goed begeleid. Ik heb hele leuke collega's. En nou ja, dat ik nu hier in dit interview zit, ja, dat had ik een jaar geleden ook niet gedacht. Nee, precies. En zijn er dan dingen waar u echt aan moest wennen binnen die, als Kamerlid zijnde bij de Tweede Kamer? Ja, vooral eigenlijk denk ik de media, want ik heb altijd wel gewerkt in een politieke omgeving. Dat was in die zin voor mij niet nieuw, maar als je zelf politicus bent, dan ben je niet alleen verantwoordelijk om na te denken over de goede oplossingen, maar ook om het uit te leggen aan mensen en om dus open te staan voor mediaverzoeken zoals deze. Maar ook in de Tweede Kamer, ja, daar lopen de camera's rond en ze kunnen je eigenlijk op ieder moment een vraag stellen. En dat, aan het begin merkte ik dat ik iets anders hier door de gangen liep dan toen ik hier nog niet als Kamerlid rondliep. Maar dat is heel snel veranderd. Wat zit daar dan voor verschil in? Nou ja, als je achter de scherm. Ik was politiek assistent van minister Kamp. Dat heb ik 6,5 jaar gedaan. En dan weet je gewoon dat je hem kunt adviseren over hoe je met bepaalde onderwerpen om moet gaan. Maar als je dan uiteindelijk de minister het interview doet, dat jij achter de coulissen zit. En nu ben jij degene die het moet uitleggen en mag uitleggen. En dat is best wel spannend af en toe. Dus dat was voor mij wel heel erg wennen. Ja. U noemde het al, hè, politiek assistent van minister Kampen. Hoe was die periode voor u? Heel erg leerzaam. Ja, dat had ik zeker niet willen missen. Natuurlijk, minister Kamp is iemand met heel veel ervaring. Hij heeft op 4 verschillende ministeries gewerkt. En ik heb van hem heel erg geleerd over hoe neem je nou beslissingen. Maar ook, hoe werkt een ministerie? En op die ministeries heb ik natuurlijk ook heel veel verschillende problemen voorbij zien komen. En uitdagingen in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld ten aanzien van het bedrijfsleven. Ten aanzien van uitkeringen. Ten aanzien van hoe krijgen we mensen aan het werk. En al die ervaringen die ik daar heb gehad. De werkbezoeken die ik met hem heb afgelegd. Ja, die kan ik nu allemaal meenemen in mijn eigen rol als politicus. En dat is heel leuk om dat als jonge vrouw nu zelf te kunnen doen. Waarom heeft u die keuze gemaakt om de landelijke politiek in te gaan en u verkiesbaar te stellen? Ja, nou, een goede vraag. Ik heb er best even over nagedacht. Maar juist omdat ik al een tijdje heb rondgelopen in de politiek en denk ik bruikbare en nuttige ervaringen heb opgedaan en nog relatief jong ben en vrouw ben, dacht ik, hey, dit is wel een hele goede kans om meer jonge mensen en meer vrouwen op de lijst te krijgen voor de VVD en in de Tweede Kamer te krijgen. Laat ik mijn vinger opsteken en kijken hoe ver ik kom. En ik ben erin gekomen. Dus het heeft niet verkeerd uitgepakt, uiteindelijk die keuze. Was het dan een logische stap in een soort politieke carrière of was het nog best een moeilijke beslissing? Nee, dat was niet per definitie een logische stap. Hè. Ik heb ook heel veel mooie dingen gezien in het Nederlandse bedrijfsleven, waar ik best aan had willen meewerken. Ook op ministeries wordt heel veel mooi werk gedaan, wat ik best had willen doen. Dus dat heb ik echt nog wel even overwogen. Maar ik heb gewoon besloten deze kans te grijpen. Omdat ik denk dat ik hier de meeste idealen kan waarmaken waar ik voor sta. Wat heeft u meegenomen uit uw tijd als politiek assistent aan ervaring die u nu kunt gebruiken als Kamerlid? Nou, misschien wel doordat ik voor minister Kamp heb gewerkt. Wat natuurlijk een hele gedegen minister is die altijd begint met de inhoud.
dat je je inhoud op orde moet hebben. En dat probeer ik nu ook te doen. Dus heel erg eerst goed de brieven te lezen, maar ook niet alleen af te gaan op de brieven, maar ook mensen te bellen die met het onderwerp te maken hebben. En echt zorgen dat je weet waar je over praat, voordat je een verhaal gaat maken. En ik denk dat je dan pas echt een goed Kamerlid kan zijn. Nou, zover ben ik nog lang niet om een heel goed Kamerlid te zijn. Ik hoop dat we dat over 4 jaar misschien hopelijk kunnen vaststellen. Maar het helpt mij wel als een soort leidraad om mijn dagelijkse werk te doen. In uw portefeuille zitten buitenlandse handel en het primair en voortgezet onderwijs. Ja. Waarom deze onderwerpen? Nou ja, het is niet zo dat je als Kamerlid binnenkomt en kan zeggen ik wil dat en dat onderwerp. Maar ik heb het voorrecht dat ik deze onderwerpen heb gekregen, want ik vind het hele mooie onderwerpen. Onderwijs is, zeker voor mij als liberaal, maar misschien ook wel voor mij als christen. Het is heel belangrijk dat ieder kind de kans krijgt om met de juiste bagage de samenleving in te gaan. En onderwijs zorgt niet alleen voor dat je weet hoe het zit met de letters en met de cijfers, maar vormt je ook echt als mens. En om dat goed met elkaar te organiseren in de samenleving, ja, vind ik heel mooi dat ik daar aan kan bijdragen. En buitenlandse handel. Nederland is een handelsland. Dus een heel groot deel van onze economische groei moeten we hebben van export, van het buitenland. Dat heb ik ook gezien toen ik met minister Kamp met veel handelsmissies met Nederlandse bedrijven op pad ging. Voor ieder maatschappelijk probleem heeft een Nederlands bedrijf wel een oplossing. Of het nou gaat over dat er in de Golfstaten te veel zand zit op zonnepanelen, is er wel een Nederlands bedrijf dat zegt, nou, dat ga ik voor je oplossen. Tot bioafbreekbare plastics, noem het maar op. We hebben heel veel moois aan de wereld te bieden. En dan moeten we wel zorgen dat bedrijven die kansen ook kunnen benutten. En daar is het handelsbeleid voor. Daar heb ik me de afgelopen maanden al mee bezig mogen houden. En ik ga binnenkort in een groot ronde tafelgesprek allemaal bedrijven naar de Kamer halen en aan hen vragen, wat heeft het handelsbeleid nou opgeleverd en waar kunnen we dat nog verbeteren? Dus ook dat is een hele mooie portefeuille. Wat zijn dan knelpunten of misschien uitdagingen voor de komende kabinetsperiode bij deze onderwerpen? Nou, waar het gaat om onderwijs hebben we een heel aantal debatten gehad de afgelopen periode. Onder andere over werkdruk. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat leraren niet gebukt gaan onder allerlei papieren rompslomp. Maar een ander belangrijk onderwerp is de kwaliteitsverschillen tussen scholen. Blijkt dat in Nederland scholen met bijna dezelfde leerlingpopulatie heel erg verschillende resultaten bereiken. En dat heeft dan dus niet met geld te maken of met wetgeving, maar met hoe die school het zelf organiseert. En daar ligt dus bij de scholen die het nog niet zo goed doen, heel veel mogelijkheden om het voor leerlingen de kansen te vergroten en betere resultaten te bereiken. Dus daar wil ik me echt mee bezig gaan houden, dat voldoende niet goed genoeg is, maar dat iedere school in Nederland eigenlijk tenminste goed zou moeten worden. En buitenlandse handel ga ik inspiratie opdoen in het ronde tafelgesprek met bedrijven, van bedrijven zelf horen, wat heb je nou nog meer nodig om in het buitenland succesvol te kunnen zijn. Nou, op de site van de Tweede Kamer noemt u dat u wilt werken aan echte oplossingen. Ja. Wat zijn die echte oplossingen dan volgens u? Nou, dat gaat mij om dat we niet hier met elkaar bezig moeten zijn met alleen maar een papieren werkelijkheid, maar dat mensen in het land wat moeten merken van wat we hier met elkaar bespreken en verzinnen. Nou, om een klein voorbeeldje te noemen, we hebben het gehad over die werkdruk in het onderwijs. Heel veel scholen hebben heel veel regels en papierwerk die hun leraren moeten bijhouden. Als je dan kijkt of dat nou echt allemaal verplicht moet vanuit de inspectie of vanuit de overheid, dan is het antwoord nee. Schoolbesturen verzinnen die regels heel vaak zelf. Maar leraren weten dat niet. Dus wat ik heb voorgesteld is, maak nou voor alle leraren in Nederland een brochure waarin staat welk papierwerk moet je nou echt bijhouden van Den Haag. Zodat ze op hun school het gesprek kunnen aangaan over allerlei plannen die ze misschien niet meer moeten bijhouden, zodat ze toekomen aan lesgeven. Nou, zo'n brochure lijkt misschien een klein idee, maar kan heel erg verschil maken in zoiets als werkdruk. Nou, aan dat soort voorstellen wil ik de komende jaren werken. Ja, u gaat zich sterk maken voor deze onderwerpen. Heel kort nog even, wanneer is de periode in de Tweede Kamer voor u geslaagd? Als andere mensen kunnen zeggen, ze heeft verschil gemaakt en we hebben er echt wat van gemerkt. En u gaat kijken hoe u dat concreet dat verschil kan maken. Zeker, ja. Dank voor dit gesprek, Bente Becker van de VVD. U bedankt voor het kijken. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Een heel fijn weekend en graag tot dan. Dag!